dames en heren, welkom bij de vlog. De vlogreis naar Rome. Het begint hier, allemaal hier. Hier begint de eerste mentaliteit. En dat is namelijk in slaap vallen. Morgen gaat de wekker om half. Hoe laat? Half zes. We vliegen om 9:45 richting Rome. Vliegtuig zo. Naar Rome. Dan komen we daar om 11:55 lokale tijd aan. En dan gaan we het zien. Ja, een hele goede morgen. Het is 6:15 in de ochtend. En we gaan zo richting het vliegveld. Nu even gaan ontbijten en dan straks lekker naar de auto. Zin aan. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I... Dat het gaat. Ik word gillend gek. Nou, we zijn hier aangekomen, al dus vertragingen. Je weet hoe het gaat met vertragingen en tussenpersonen en brokers en wat dan ook. Is dat als iemand eenmaal weg is, dan is die ook weg. En dan heb je geen rit naar het hotel waar je het wel voor betaalt, hè. Maar we zijn op een oorlogspad met kut-Indianen hier. Dus, geld terug of andere transfer. Een stelletje mafioso's. Oh hier. Man. Kijk, als het allemaal goed loopt, dan is er niks aan de hand. Totdat je problemen krijgt en dan kom je ook in de problemen. Dus dat vinden wij weer. Ja. Dit is het lang verwachte moment dat wij voor het eerst onze hotelkamer binnen kunnen gaan. We hebben er 4 uur op gewacht op het vliegveld, maar we mogen eindelijk naar binnen. Dus daar gaan we. Pom 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 pom. Wordt het een teleurstelling of wordt het... Ik heb geen idee. Oh. Och, jeetje. Hoe is even licht aan dan? Ja. Oh, wauw. Zien jullie het ook? Ah. Mooi romantisch, lekker naast elkaar. Ah, dit ziet er een beetje uit als een, wel een tv'tje. Met een afstandsbediening. Nee, is best prima. En, het ziet er gewoon best prima uit. Het lijkt alsof ik bij mijn oma thuis ben, in Nieuw-Zeeland. Ik weet niet waar hier het licht zit. Oké. Okay. Dus als jullie misschien wel of niet kunnen zien, het regent. En wie... In vredesnaam, laat ze was buiten hangen, midden in de regen. Het gaat toch helemaal nergens over. Stel je stumpjes hier. Nou, dit is ons uitzicht. Dit is die alley. Ja, mooi hoor, midden in Rome. 10 minuutjes van het Vaticaan af. Ik weet niet waar die zit, maar ik ook niet. We gaan op onderzoek uit. Ja. We'll be right back.
gezeik. Wat een gezeik. Eerst hebben we die transfer met die... Oh, begint die daar weer in mogen. We zijn gewoon, we hebben een lekker drankje genoemd. De Ajax heeft gewonnen, dat was een goede avond. En wij dachten, laten we eens met het openbaar vervoer van Rome teruggaan. Oh man. Dat is echt het meest geweldig idee dat wij ooit gehad hebben. Oh nee, toch niet. Oh, nee, ik snap niet hoe de Italianen hier weten waar ze heen moeten. Ze stappen echt in en en ze weten, daar belanden. Nou, dus, maar goed, we zijn er. En we gaan terug naar het hotel. Zin aan. Goed, dag 2. We gaan straks naar Colosseum, naar Pantheon en naar de Trevifontein. Dus onze hele dag zit weer lekker vol. Dus jullie gaan het wel zien. Zondag niet naar een kerk. Dus ik weet ook niet wat ik mis. Dames en heren, welkom bij New Entertainment. Ik presenteer u van harte, met veel energie en passie, de Spaanse trappen. Dames en heren, ik presenteer u een Obelix, 3000 jaar oud. En uiteraard een mooie kerk op de muur. Kijk, een mooi kerkgebouw. Ja, dames en heren, welkom bij weer een nieuwe vlog. Dag nummer 3. Drie. We zijn vandaag van plan om naar het Vaticaan te gaan. Dus we gaan even Rome's aan de paus spelen. We gaan even kijken waar hij naar de wc gaat.
We moeten wel eens een holy shit ontdekken. Oké. Okay. Nee, de zegenvragen over onze zondige levens, biechten bij de paus, noem het allemaal maar op. Meer van dat soort dingen. Ja. Goed, we gaan dus in ieder geval op weg. They paid paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise and put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum. Hey, jij wilde wel ergens over klagen. Ja, we hebben net helemaal in die kerk rondgelopen in de Sint-Pieter Basiliek. En daarna zijn we ook nog 551 stappen gezet op ja, een trap. Ja, 551 treden, ja. Treden. En dat allemaal op één cappuccino en één croissant. Die daar zit. Oftewel, mijn energielevel is op standje flauwvallen. Standje dus, nul. Ja, je moet echt even eten. Dus ga even eten scoren. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Nou, wij zitten even, want Joram, wat hebben wij net gedaan? Ik zal je even meenemen door deze dag. We zijn dus in het Museum Vaticaan. Allemaal heel leuk en aardig. Maar deze man hier wil elke audioguide punt die er ook maar is luisteren. En dit gaat niet even van, er zijn er niet twee of drie of zo. Het gaat 201 tot 2025. En dat een minuut per stuk. En we hebben nu twee secties van de 10 gehad. Het is nu 2:30 smiddags, dat betekent dat we hier tot 7:30 s'avonds nog aan het rondlopen zijn. Mijn benen zijn aan het branden. Ja, maar we hebben nu allemaal ja, we hebben dus zomaar gehad. We hebben dus zomaar dit gehad nee, en dit moeten we nog. Nee, dit gaat. Vonden is ook weer standbeelden en nog meer standbeelden. En dit zijn ook standbeelden. Ja, het is echt heel mooi. Oftewel? Maar ik heb ook betaald voor deze audio, dus ik wil ook wel weten hoeveel werk en energie is ingestoken. Nou, ik lever hem wel weer in. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe? Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Oh. Ik moet de gegeven paard niet in de bek kijken, maar deze hond wel. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie. And beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Young man, I have found it.
you join us. Oh yeah. And the world would be as one. Dames en heren, Joran heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Namelijk dat in deze bar aan het eeuw aan het einde van de gang, hier naar de wc loopt. Naar de wc loopt gaan. En dan tot zijn verbazing ontdekt dat er niet alleen een wc aanwezig is, maar ook een Boeddha-beeld. Nee, een douche. Een douche bij de wc. Oh, douchie. Ja, dat vind ik eigenlijk geniaal. Schijten en douchen gecombineerd. Wat doen we hem? De Boeddha-verlichting. Wauw. It's called the city of Rome, built by Romulus, raised by a wolf called Lupa. We zijn bij Villa Borghese. Villa Borghese is een huis van een oud kardinaal uit de 3e eeuw na Christus. En dit stamt op de 6e van de 7e heuvels waarop Rome is. Hij heeft een groot park erbij. En in dat park worden ook verschillende dingen verkondigd, worden verschillende dingen neergezet. Om ook op deze manier het welzijn en het welbevinden van alle mensen hier te kunnen bewerkstelligen. Ja, hoi. Hoi. Hoe is het nou? Het is, ik heb de hik. Ik heb de hik. Ik heb de hik. Ik heb de hik. Blijkbaar alweer de hik. Joran. Waar zijn wij beland? Als je Steven naar Rusland gaat. Ja. Ik sta in altijd iets, ik weet het. Dan kom je in een wel mooi restaurant. Maar het is een beetje decadent. De prijzen zijn een beetje overrated. Dus ik denk dat dit wel de duurste avond gaat worden. De wijnen beginnen al met 30 per fles. Per fles. We hebben er nu een besteld van 275 euro. Ik denk, als we gaan, dan gaan we ook goed. Uit 2012, dat is een goed jaar. Dat is voor het verhaal. Wat we echt hebben besteld, valt allemaal best wel mee. Maar je gaat het zo zien. Got my toes in the water, ass in the sand. Not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today. Life is good today. Well, a plane touched down just about 3 o'clock. And the city's still on my mind. Dames en heren, welkom bij deze vlog. We zijn aan het einde van onze vakantie, maar die man, jongen. Hij heeft echt de hik van een kraanvogel die op broedvakantie is. Ik weet niet of je weet hoe een kraanvogel klinkt die op broedvakantie is, maar zo klinkt dat. Ja.
Oké, nou, het regent dus vrij hard. Alles is doorweekt. Ja, vooral Steven is doorweekt. We gaan even naar de metrostation. Hier is nog Colosseum. Oh nee, daar zit mijn paraplu voor. Nou, hier is het in ieder geval Colosseum. Oh, kut, mijn paraplu is kapot. Ah! Oké, maar we gaan in ieder geval weer terug. maar het zijn in ieder geval leuke avonturen beleefd. Maar wel een beetje iets te decadente tent, maar dat hebben jullie vast net kunnen zien. Wat een kutzooi. Nee, het was wel gezellig. Ja, het was echt mooi. Ja. Heel veel lekkere wijn gehad. Ja, ja, het wijn was goed. Hey, doei hè. Barcelona. We gaan nu naar Barcelona. Sagrada. Dat in de kerkje. Een kerk in Barcelona. Bikinis and palm trees danced in my head. I was still in the baggage line. Concrete cars with their own prison bars, like this life I'm living in. But the plane brought me farther. I'm surrounded by water and I'm not going back again. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today. Life is good today. Vandaag laatste dagje, we zijn in Barcelona. We hebben alles een beetje ambitieus uitgezocht, want we moeten onszelf nog 4 uur vermaken voordat we de Sagrada Familia gaan. Ja. En daarvoor gaan we dus, we gaan nu naar een kasteeltje en dan even wat ontbijten. Voor de rest, ja. Bij de marathon kijken. Dan blijkt ja, er is vandaag een marathon in Barcelona, dus wij hopen nog even wat beelden voor jullie daar te kunnen schieten. Die kan toch? Ja, denk het wel. Ja. Oké, maar we zien jullie zo bij de marathon. Die we in statusanalyse? Nou, we hebben een lekker maaltijdje genuttigd. Een lekker broodje, een bocadillo. Con jamón. Dat is mooi goedkoop. What the wise men said when they came down from heaven, small 9 till 7, all the shit that they could find. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out. And they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Steven, where staan we dan? Me llamo Steven. Barcelona. In Barcelona. En we staan hier op Playa de Catalunya. We moeten een treintje laden. Ja, snap ik. En dit wordt de eindmarkering van onze reis. Oh, we gaan straks in de metro terug naar het vliegveld en dan gaan wij terug naar Amsterdam. Maar het regent. Maar het regent, ja. Het is hier gewoon 20 graden, midden in november. Ontzettend lekker weer. Ja, gewoon strak blauw luchtzon. Ja. Ik weet waar ik heen ga in de winter. Ja. Dat is hierheen. Dat is hier. Spanje in ieder geval. Moet je nog iets zeggen? Nee, dat was het wel. Ja? Dat was een leuke reis. Het was een mooie reis. Ja, we gaan zien waar, wat de toekomst brengt. Maar. Trouble and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me
and soon I will be there to brighten up even your dark.